In een van de ochtendsessies op deze Accountantsdag is er aandacht geweest voor het lerend vermogen van accountants. TNO heeft onderzoek gedaan in opdracht van de NBA met de vraag of er in de werkwijze van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanknopingspunten zitten die van nut kunnen zijn voor het lerend vermogen van accountants. Daarover praten we met Jan Maarten Schragen, hij is onderzoeker van TNO, en met Hans Bekker, hij is emeritus hoogleraar bestuurskunde. Goedemiddag heren. Meneer Schragen, kan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een nuttig instrument zijn voor de accountantssector? Ja, die vraag hebben wij kunnen beantwoorden en die vraag is bevestigend te beantwoorden. In die zin dat wij aanbevelen dat de huidige Onderzoeksraad voor de Veiligheid eigenlijk dit soort grote financiële incidenten zou kunnen en moeten onderzoeken. En dat dat dus een betere optie is dan andere opties die wij hebben onderzocht, namelijk het instellen van een eigen financiële onderzoeksraad door de sector. En wat kreeg u vanochtend voor reacties op die conclusie? Door het publiek wisselend. Een groot aantal mensen ondersteunt dat wel vanuit de sector. Er waren ook een klein aantal pertinente tegenstemmers en een middencategorie twijfelaars. Ja, laat ik het zo samenvatten. Meneer Bekker, u heeft het onderzoek van TNO gelezen. Wat is uw belangrijkste opmerking daarbij? Ik vind het een uitstekende conclusie van het TNO-onderzoek, noem ik het maar even. Dat ze komen tot een onderbrenging van een mogelijke raad voor de financiële sector bij de bestaande raad voor onderzoeksraad voor veiligheid. Dat vind ik een prima zaak, maar ik zie daar nog wel wat haken en ogen. In de zin van, hoe kun je goed redeneren dat wat accountants fout doen, dat valt onder het begrip veiligheid. Veiligheid is over het algemeen bij die onderzoeksraad een kwestie van fysieke veiligheid, ongelukken, rampen. Nou, in die categorie moet je wel een beetje redeneren voordat je ertoe komt om ook accountancyzaken daaronder te rangschikken. Deze onderzoeksraad heeft het achterhalen van de waarheid als enige doel. Waarom is dat zo lastig te combineren met het aanwijzen van de schuldigen? Dat is een discussie die er bijna een eeuw in Nederland geweest is. De onderzoeksraden waren in het begin ook ervoor om te kijken wie er schuld had. Dat is er van losgekoppeld. En dat komt vooral omdat je, als je de echte waarheid wilt vinden, je de mensen op hun gemak moet stellen en ze niet de indruk moet geven dat je daarna met de feiten die je hoort direct naar de rechter stapt. Dus het Openbaar Ministerie heeft een eigen rol bij veiligheidsproblematiek om zijn eigen onderzoek te doen, los van de onderzoeksraad. Scherp en stevig gescheiden van elkaar. En dat is denk ik ten aanzien van de waarheidsvinding een heel goed, een groot goed. Okay, hartelijk dank. Oké, graag gedaan. Ja.